Nederlander. Anyway. En dat is map 2. Map 2. Semifinal 2. Terrein. Wat leuk. Wat een leuk mapje. Ik vind het altijd wel leuk om trein te zien. En dan zullen ze Join the Force hier een betere performance kan neerzetten. Of dat we straks met 2-0 naar de finales gaan. Maar dan in het voordeel van de moesmakende hackers. Ja, we gaan het zien. Het is Join the Force, moesmakende hackers, map 2. En het lijkt erop dat ze rustig hun weg maken richting B. Dat is een zeer poëtische opening van deze ronde. Maar we zullen zien of hij ook succesvol is voor de terroristen. Worden hier ingeflasht vanuit de ramp. Eén speler hier op de bomtrain. De retake is al flink onderweg. Maar de eerste kill komt hier in ieder geval binnen. Het voordeel van de T's. Als Max Hartje daar vanuit de bomtrain weggeplukt wordt. Sharky met de eerste kill terug. Zal het weer gelijk gaan maken. En het is een heel ongemakkelijke afgeplant situatie voor Join the Force. Want ze allemaal hier in upper zitten. Er is dan wel geen utility van de CT's om dat af te gaan houden. Maar je moet alsnog deze duels gaan winnen. En Thijs is die enige speler voor de Join the Force die hier beneden is. Gaat voor de knife, maar de bom is al lang gedefused. Wow. En dat is alweer de derde smoke defuse in deze game. En het begint bijna gewoon verder dan toeval te zijn. Wat een ninja zeg. Pros don't fake. En we zien ook gelijk dat die pistol dan weer geworden wordt door de moesmakende hackers. Ze hebben nu al twee pistols op hun naam staan. Dit is al de derde zelfs. Dus ze hebben alle pistols gewonnen. Zeker een goede manier om jezelf veel rondes te gunnen. Maar dan moet je wel de second round ook kunnen converten. Wat upgraded pistols voor Join the Force. 3 deagles in P250. Ook nog een CZ. En dan is het hier Bolin die de opening kill gaat vinden. Bijna nog verrast daar op de trap. Maar komt uiteindelijk nog wel goed. Thijs aan de andere kant van de web weet nog net wel een heli te pakken met zijn P250. 3 HP over. Moet een groot deel van zijn HP daarvoor inleveren. En is dan ook naar een aantal andere kills in een 2 tegen 4 terecht te komen samen met Hyper. En dan gaan ze met deze bom nog wat leuks proberen. Het lijkt erop dat ze hier een beetje rond pop richting B zitten te hoveren. En Quinn zal dan de eerste punt of contact zijn. En die ziet ze allebei. Hyper is dan wel daar met de trade. Kan ook die van Mas stelen. Maar moet nu nog de aanbomsite bereiken. En Mark Saxe zorgt dat dat niet gebeurt. 2-0. De second round wordt ook binnengehaald door de moesmakende hackers. En daardoor hebben ze weer een aan deze map. Ja, mooi begin. Hebben we nou nog bevestiging gekregen wie welke map gekozen had? Zeker niet. Jammer. Nou ja, ook net lang. Precies. Gewoon een beetje gokken, dat is deel van ervaring. Ja, precies. Nou goed, eerste buy round soort van. Ik zie een galilletje, maar dat hadden we al over gehad, dat kunnen we wel mee leven. En SMG voor de CT's kan ook slechter. Zootje molotovs die de site op worden gekeild en de eerste mannen die door gaan lopen. Goede flashbang, beetje laat. Eerste vraag wordt nog wel gevonden, maar ook snel weer geruild. Courtesy of Nigel. 4 tegen 4. Weliswaar één terrorist op laag HP, maar met de utility die up is, kunnen ze misschien bij de bom in de buurt komen. Maar Bolin en Max Axe pakken er één. Max Axe met een tweede. En Quinn die het opruimt. Tui met een vrij tussendoor, maar die kon weinig meer veranderen aan de situatie. Ja, dan is het toch ook weer die 3-0 zagen we ook op de vorige map. Een sterk begin. En het geld is daardoor al redelijk in het nauw gedreven door Join the Force. Een beetje pistols. Weer wat deagles. Ik koop wel redelijk consistente deagles. Doen ook redelijk consistent schade mee. Maar uiteindelijk worden de rondes vaak toch niet gewonnen. Thijs is op zoek naar een heady. Maar Bolin heeft hem toch geoutaimed met die rifle. En dan is het weer een manvoordeel. Heel vroeg in de ronde voor de CT's. Quinn, weinig moeite met die vrije Maxius. En dan is deze ronde tot nu toe vrij soepel aan het verlopen. Het voordeel van de verdediging. Als Nigel hier ook nog zijn dood tegemoet rent. En daarmee Tui en Hyper in deze 2 tegen 5 achterlaat. Nog geen schade genomen door de verdediging. En de bom ligt nog helemaal achterin. Dus ik denk dat deze ronde niet heel veel verrassende dingen op gaat leveren. Tenzij Tui nog meer deagle headshots kan vinden. Eerst is hij nog wel mooi binnengesleept. En heeft ook nog de bom op zijn rug. Nou ja. Wat wil je nog meer? Nu
Benieuwd welke kant hij hiermee op zal gaan. We weten in elk geval een duel te forceren met Sharky en doet goed wat schade. Nog een headshot, namelijk op Max Axe. Heeft de angle met Ezel. Ezel kijkt, maar Tui was de hoek alweer terug om. En blijft heel rustig aan zien wat hij hier nog uit kan gaan halen. 1 tegen 3, zijn zijn kansen misschien niet heel groot, maar hij leeft nog. Doe je met een deal is wel een gevaarlijke situatie. Ik heb gekke dingen zien doen met dat wapen. Bijzonder fenomeen. Gelukkig is Quinn aanwezig om te voorkomen dat die gekke dingen in deze ronde gaan plaatsvinden. Dus dat is een goede recovery van die situatie. Ik had het nog fout zien gaan. Ja, ik zat ook wel heel eventjes te knijpen, maar... Komt we gaan gewoon weer door. 4-0 is de tussenstand. En ABP in de handen van Max Axe. Ezel, Sharky, Quinn, Bolin, allemaal prima equipped met rivals, evenals de keerzijde. Eerste wraak gevonden, gelijk getreden door Max Axe. Met een tweede van boven, goede positie, niemand die daar doorpusht. Dat maakt hij even zeker door er nog een vuurgranaat neer te keilen. Wraak gevonden door Tui, right place, right time. En Sharky vindt een return. En een tweede vanuit die ramp. En Quinn maakt het af. Het ging heel snel heen en weer. Gare posities, man. Uiteindelijk waren er twee T's op site. Eentje in boven pop en dan nog een CT boven upper B. En dan iedereen was elkaar een beetje aan het opsingelen. Uiteindelijk vooral het voordeel van de CT's, omdat ze iets meer spelers hadden. En daardoor ook die vijfde ronde al gesecured. Een single makkelijker. Ja, precies. Zeker ook als je 5-0. Vindt. Ja. Toch een punt van zorg, denk ik, voor de offensive side. Het is natuurlijk een iets normalere situatie op trainen dan we in eerdere games gezien hebben. Zeker ook een series uit de map, maar... Even voor mijn begrip. Jordan Force heeft net ook verloren. Klopt. Heftig. Nigel vindt een vraag. Misschien om Jordan Force opnieuw... op de kaart te zetten en Hyper doet daar ambitieus aan mee, maar is inmiddels wel de enige overgebleven terrorist. Ja, het is weer een situatie, weer een 1 tegen 3. Het komt wel altijd in dit soort situaties terecht, maar zo vaak ga je deze niet winnen. De knife komt daar nog bijna in, wordt ontdekt en moet uiteindelijk switchen naar de M4. De waardigheid van die laatste tier wordt in ieder geval nog gered, maar ze leven niet. En daarmee is het ook 6-0. Alle T's vallen hier weer. En Join the Force heeft tot nu toe erg weinig schade kunnen doen. Nexus 006. 1 death verwijderd van de James Bond. En de rest van het team doet het niet veel beter. Ik denk dat er collectief 15 kills gevonden zijn door Join the Force. En dat is zeker niet ideaal. We hebben nu ook maar alleen pistols tegenover een double up setup van de CT's inmiddels. En het lijkt erop dat Bolin hier het goed kan beginnen met zijn AK. Rustig met zijn taps. En ook met de support van Quinn en Max Axe loopt dat allemaal wel los op die A-bomb site. Laatste speler, Thijs, is gespot met die up. En eigenlijk hebben de CT's hier weinig reden om heel actief te gaan pieken. Maar Ezo zal het alsnog doen met die SG. Wow. Echt ook de kill. En PM dat. Oh, het is James Bond, mensen. Nexus, James Bond, 007. Ha, ook dat. Oké, ja, wat een harde city site van de moesmakende hackers. Ja, dat ziet er. Ze hebben haast een normale teamnaam nodig als ze zo doorgaan. Ja, precies, misschien moeten ze even orga swappen. Dan, ik wou het niet zeggen, weet je dat? 2 Franks, 3 zelfs, vroeg. Sharky 2 en Max Axe 1, Quinn chimes in. En plots is alleen Tui nog in leven. Sorry Bugs, als je dit hoort. Ik bedoel dit persoonlijk. Nee, het is een begrijpelijk... Hij zei net nog dat ik biased voor Join the Force moet zijn omdat hij me de maps gaf. Maar ja, dat is niet zo goed gegaan. Nee, dat is aardig snel opgeslagen. Maar ja, aan wie lag dat? Ja, we hebben ons best gedaan om te duimen voor Join the Force. Precies, ik heb gewoon... Ik wou biased zijn voor Kwanzu, maar die heeft zich al weg laten schieten. Ja, precies. Ik zou bij zijn voor de Diffuse Kids, maar je doet niet eens mee. Nee, die... Yep. Geen commentaar. Ik word trouwens wel huilen. Gewoon... Wat? Isa Benelux.
Gewoon zoveel weken zonder defuse kit. Moet ik gewoon neutrale caster worden? Hoezo? Je kunt toch wel een ander favorietje vinden? Ja, maar het is niet zo leuk. Als je dan een beetje balanceert met je koken, met wie doe je die shit? Met Twan? Met Twan, ja. Ja, dan kun je toch een beetje andere teams kiezen om voor te routen. Ja, oké. Als je maar niet allebei hetzelfde team biased, dan is het wel een hele saaie kast. Nou, we zullen zien. Het is in ieder geval weer interessant. Win! Verlies zijn hoofd. Kreeg niet eens de kans om die AWP te gebruiken. Had hij een AWP? Ja. Nou, nu heeft Nexus die AWP. Ja, dat is wel een hele omslag. Krieg wordt aan het werk gezet door Hyper. Weet geen wraak te vinden, maar verbindt wel wat kogels. En is dit dan de eerste ronde dat de CT's het een beetje zwaar zullen krijgen met die AWP en rifle bij Hyper? Goede damage gedaan naar Connector. Oh, die Molly op site komt eigenlijk net te laat, maar Tui kan daar nog aardig onder lijden. Doet dat, maar dan aan de handen van Max Axe. En Hyper met zijn Krieg nog in een vrij goede positie, maar werd gepre-aimed door Ezel. Die AWP is dan toch sterker, toch van een ander kaliber, kunnen we zeggen. Ha! En we zien de terroristen actief de bom komen verdedigen. Met z'n twee. En dat maakt het makkelijk voor de CT's om ook deze ronde in de wacht te sleutelen. Voor mij hebben de AWP en de Deagle hetzelfde kaliber, alleen een andere kogel. Maar hij had een kriek. Oh ja, dat is ja, jammer. Ja, dan heb je gelijk. Goeie poging. Dan heb Thanks. Je gelijk. Ik geef het niet graag toe, gaan we. Maar in deze situatie... Nee. Fijn, ik koester dit. Dit wordt nog opgenomen ook. Kun je voorstellen. Twee wappers. Max Axe en Quinn. Versus een heleboel Kriegs. En snelle play vanuit de terroristen. Ze zullen er wel een beetje klaar mee zijn. Maar Max Axe op die bomtrein met een return. Twee frags over en weer voordat Quinn het voordeel voor zijn team in de wacht sleept. Nigel returns op hem. Ezel wordt opnieuw afgesmokt. Klein granaatje die kant op. Heeft hij niet al te veel last van, maar die bom is nog niet gepland. Gaan ze nu proberen en Ezel zegt, bekijk het. Ja, voor mij was hij een rotatie aan het faken, daar heel veel geluid te maken. Want hij gaat nu gewoon weer connector in. Vanuit daar heeft hij misschien het voordeel van de verrassing. Maar Tiwi heeft het allemaal wel door en heeft daarmee ook de eerste ronde voor zijn team gesecured. En een 9-1 scoreline op de CT, op de T-side van Train is natuurlijk niet geheel onverwacht. Maar decent. Dan moet Join the Force nog wel even een paar rondes gaan winnen. En met een paar bedoel ik eigenlijk alle rondes van de helft. Ja, komt tot in ieder geval 4, zou ik zeggen. Ja, dat is een leuke waarde. Maar dit is niet een leuk begin. Want Max Axe krijgt al gelijk de upkill op Nexus, die daar heel snel richting Olof probeert te komen. Wordt daar dus voor gepunished. En Bolin heeft wat moeite met een nade gooien, maar het kan gebeuren, kan gebeuren. Het is de gedachte die telt. Autodirector vond het wel de moeite waard. wel bezienswaardig. Die denkt gewoon, oh, wat een monster. Ja, met een man nadeel. Toch iets proberen te bewerkstelligen vanuit de terroristen. Wapper van Max Axe staat paraat om een hele mooie frag op het hoofd van Hyper te vinden. En daarmee het voordeel verder op te rekken voor de antiterroristen. Nog een goede positie van Sharky. Gaat hij iemand vinden? Ja, ook een hoofd die gewoon zijn crosshair instapt. En dat is misschien ook wel een punt over. Nou, Tui zijn op wil gaan steven, wou ik zeggen. Maar Bolin denkt daar anders over. Dan is het weer Thijs in een clutch. Voor mij speelt hij een wat passievere rol over het algemeen. Komt dus ook iets vaker in die clutch situaties terecht. Maar in deze heeft hij erg weinig kans. Ik denk dat het fysiek bijna onmogelijk wordt om de bom nog op te halen. Krijgt dan wel de eerste kill. Maar heeft nog maar 30 seconden. En nu met zijn positie doorgegeven kan Bolin de laatste kogels richting hem sturen. En daarmee ook de 10e ronde voor zijn team pakken. Wauw. Ja, en dat is weer een heel overtuigende ronde voor de CT's. Het wordt niet eens. Je leidt gelukkig geen harde reset. Maar ja, het is een suboptimale situatie om je in te begeven. Trouwens, wat is er aan de hand met de Alpers die matches hard carryen? Want het is nu weer Max Axe die gewoon 18 kills heeft. Nice. Ja, Alpers hard carryen matches al sinds het begin der tijden, toch? Ja, maar meestal zie je die niet zo vaak in de Benelux. Ja, oké, okay, dat is handig. We hebben niet zo heel veel dedicated Alpers. We hebben vooral heel veel
mensen die wel de alt meenemen als ze als hem voelen, maar niet alleen maar alt spelen. Ja, oké. Okay. Nou ja, de alpers van de dag gaan hard. Ik ben er blij mee, dat voegt toe. En Nigel neemt weg. Oeh, namelijk 2 stuks. En geeft een klein voordeeltje aan de terroristen van Join the Force. Nog een trade vindt plaats en wat utility in die connector maakt dat op dit moment geen probleem. Vraag vanuit Tui naar Ezel in Popdog. En alleen Max Axen met die AWP. Je zei hij was aan het dragen, maar gaat hij dit ook in zijn eentje kunnen retaken? Het is zeker een mogelijkheid. Switch wel naar die AK, weet daar ook die eerste kill mee te vinden. Heeft ook nog redelijk wat tijd, omdat hij dus wel in bezit is van zo'n kit. Maar uiteindelijk besluit hij dat hij het risico niet waard vindt. Besluit de AWP te gaan saven. Een beetje een anticlimax, maar de A-bombsite op train is erg moeilijk om te retaken. Je hebt zoveel spots waar je als die in kan hiden. Je kan tussen de treinen, je kan in heaven, je kan in main, je kan in pop, je kan in con. Dat is als CT bijna niet te checken. En besluit ook dat dit zijn kansen niet waard zijn en de AWP te saven. En aangezien hij al heel effectief is geweest met dat wapen, vind ik dat een prima beslissing. Goed besluit. Ja. Je zou kunnen zeggen, hij heeft zoveel geld, waarom doe je het? Maar je kan nog best verrast zijn hoe snel je geld kan verliezen op de city site in CSGO. Ja, dat met name. Verkijk je niet op die stomme diffuse kit voor 400 en het feit dat je altijd een helm nodig hebt voor 350. Push B, 2 man dood. Ah, te weinig kogels voor de derde, maar toch valiant effort. Bom wordt wel geplant, dat slaat best snel om. Met Nigel die nog een wraak van vindt en daar een tweede aan koppelt. Hebben we alleen Bolin en Quinn nog voor een retake, maar met een hele mooie spray van Bolin is dat aardig snel opgeveegd. Alleen Thijs nog, ook die wordt uitgeschakeld door Bolin. En dan is het weer een CT win, weinig grip nog voor 24's. Dit keer komen ze wel iets dichterbij, weten ze die bom te planten. Ook nog een redelijk close situatie daar op die B-bombsite, maar uiteindelijk is de retake te sterk en wordt de 11e gepakt. En Join the Force heeft nu wel echt problemen. De derde is toch wel vrij essentieel als ze hier nog door willen. Dus ja, ze moeten hier alles op alles gaan zetten. En Thijs is in ieder geval op zoek naar een entry. Gaat hij ook krijgen? Quinn wel met 1 terug. Maar Thijs die is lekker aan het doorrennen. Goeie flasher van Tui. Groot brein heeft hij meer. Bolin met de response wel. 3 op zijn naam voordat hij wordt uitgeschakeld door Nigel. En toch Ezel die het afmaakt. Ja, het is gewoon weer eigenlijk hoe al deze rondes gaan. Er wordt wel een opening gevonden, maar dan loopt het gewoon allemaal vast. De rotations zijn heel sterk, heel snel. En die T-push die komt gewoon niet ver genoeg op site om een goede afterplan neer te zetten. En dan is het de 12e ronde, 12-2, een verschrikkelijke helft voor Join the Force. En deze buy is niet veel beter. Een Galil, een P90. Nog een MAC-10 erbij. Netjes dan wel met de opening. Maar die zal gelijk getraind worden door Max Axen. En dan is het Bolin. Die samen met Max Axen en Quinn alles lekker aan het opruimen is. Thijs hier met zijn MAC-10 ziet nog wel een hoop voorbij komen. Krijgt ook heel veel schade op die eerste speler. Maar hij is al omsingeld door 4 CT's. 13-2 zal je de halftime score zijn. En heftige gewaarwording. Als Join the Force hier nog van terugkomt, dan is dat wel echt dan? Een gigantische prestatie. Oh, ik dacht dat je dan iets op zou eten of zo. Ja, ik wou bijna een domme belofte maken, maar toen herinner ik me dat we in het Benelux zijn en dat het allemaal mogelijk is. Alles kan. Ja, CS is CS. Oké, maar halftime inderdaad best wel concerning. 13-2, jij zegt verschrikkelijke helft, ja. Als je biased bent voor Join the Force. Maar als je de moesmakende hackers een beetje... Ja, ik wil het graag nog een keertje emphasizen. Als je de moesmakende hackers een beetje... met de wind mee ziet gaan, kan ik daar ook wel van genieten. En ik blijf me afvragen wiens mappik dit is. Heb daar echt op dit moment niet zo'n tijd voor. Want holy shit, die ronde die vloog voorbij. Ja, deze rondes vliegen de op... Ja. Is toch wel zorgelijk, maar goed. Ze zijn er nog niet uit. Ze nog wakker zijn. Nee. Precies.
Ja, en vanaf hier begint de grind. Je moet niet meer naar de totale rondes kijken, maar het ronde voor ronde nemen. En ervoor zorgen dat je ze allemaal wint. Ja, maar soms is het ook gewoon druk verlagend, zou ik maar zeggen, als je zo'n groot nadeel hebt. Omdat je toch ja, weet... je weet dat het niet meer uitmaakt. Dus je weet toch... ja, we verliezen dit waarschijnlijk toch, dus we kunnen het net zo goed gaan proberen. En heel vaak werkt dat voor spelers wel, gaan ze beter spelen. Maar goed, statistisch gezien is dit ruim in het voordeel van de moesmakende hackers. Ezo zit hier in de smoke, is hier gepasseerd door Nigel. En die zal dan ook een deagle headshot in de zijkant van zijn hoofd ontvangen. Wel nog een kill terug. Ja, nou. daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Oké. Ja. Nou ja. Misschien dat ze een bommetje neer kunnen leggen. Dat zou voor de centjes altijd wel weer fijn zijn. Aan de kant van Join the Force... Ja, hou dit vast en geef niks weg. Er lijkt een pushje richting B gezet te worden. En Hyper die daar nou, zich nog best wel groot houdt met die FAMAS. 3 frags in zijn eentje. Closed met die fucking FAMAS. En eigenlijk een beetje eigenhandig die bomsite dichttimmert. Ja, goed werk daar en toch nog die vierde ronde. Natuurlijk een situatie waar het makkelijk is om uiteindelijk toch overweldigd te worden. Maar goed, ammo gebruikt in die FAMAS weet alle kills te pakken. En daarmee ook de vierde voor zijn team. Nog een tekenen van leven van Join the Force hier op train. Maar wel weer gewoon een buy voor de terrorist. Hierna zullen ze niet meer kunnen kopen. Dus als Join the Force hier nog eentje wint, zijn er meer kansen. Maar dan moeten ze dat eerst wel doen. En de buy die ze hebben is niet ideaal. Een UMP en FAMAS. En dat is op train toch wel wapentuig dat je graag wil hebben. Hallo? Tui trekt zich daar zeer weinig van aan, maar Nigel besluit hem gewoon uit te schakelen voordat hij echt veel succes vindt. Thijs kan gelukkig wel het voordeel bewaren. En dan is het Max Saxe met zijn AK die nog over is. Zelfs als er verraad in de linies van Join the Forces wordt deze wat een misgunner, hè? Ja, vind ik gewoon toxic. En IGL gewoon, hoor. Vind ik echt niet kunnen. Ah, IGL ook nog. Voor mij is Nigel IGL, meestal is hij IGL. Maar goed. Dat Nigel Igel. Nigel Igel. Nou ja. Het geeft inderdaad niet. In de zin van, als je toe bent, vind je misschien niet, joh. Maar ronde wel gewonnen en daarmee 13-5. Wat je zei, tekenen van leven, mooi verwoord. Probeerde een snelle play, maar besluiten te rappen richting B. Die bom nemen ze mee. En Hyper vindt er 2. Hoppa. 3. En de bom ligt. Heb ik nog best lang door kunnen rijmen. Theater is daar goed in. Er wordt mij verteld dat NGL geen IGL is. Dus mijn leven is een leugen. Ja. Ik sta ook niet bekend om een goede analyse of zo, dus. Of je, nou ja, wel goed. Maar gewoon niet helemaal feitelijk waar. Precies, het klinkt overtuigend. Ja, het is gewoon een mooie analyse. Als wij daar wordt het genieten. Nou, het hoeft niet te kloppen. Nee, oké. Okay. Denk je dat die admins weten? Precies. Snelle play bij Ivy. Trade, jammer. Als ze daar niet voor elkaar poten gelopen hadden, had dat misschien beter geweest. Ezel vindt nog een vraag en die bom gaat snel neergelegd kunnen worden. Goed teken voor de terroristen die misschien wel weer een stapje dichter bij hun matchpoint kunnen komen. Op dit moment betreden ze hun afterplans en zijn er nog 3 antiterroristen die iets zullen proberen. Dat was iets te traag van Max Axe en die wordt ervoor bestraft. Gelijke nummers, maar die bom tikt rustig verder. Eerste vraag vanuit de CT's met een snelle opvolging van Ezel. En... Hyper in zijn eentje. Teffiebom vindt nog een frag, maar heeft nog 1 terrorist te vinden. Ja, en die weet donders goed dat dit geen echte attempt is. Pak hem op het laatste moment nog even aan. Ja, en dat zijn toch de situaties die je zou moeten winnen. Het was een winbare situatie daar voor die CT's. Maar die 1 tegen 2 is toch net iets te moeilijk. 14-6. En dan is... zijn de hackers hier nog maar 1
een ronde verwijderd van Max Point. Want Join the Force staat al een map achter als je net binnengekomen bent. Dus het is zeker een punt van zorgen. Ezo gaat hier dan entries zoeken en zal zeker ook de eerste entry vinden. Nexus is wel aanwezig met de trade. En GL zal ook nog bijdragen voor zijn team. En dan is het een manvoordeel. Maakt dat een tweeman voordeel voor de verdediging. Quinn hier met zijn AWP is een beetje aan het rondspringen rond die trein. Krijgt ook nog die eerste killspot. Nog een speler daar in heaven, maar weet die kill nog niet te vinden. En dan moet Quinn hier heel veel werk gaan verzetten als hij hier die 1 tegen 3 nog wil gaan clutchen. Hij heeft al 13 kills verzameld in deze map. Maar zijn positie is gespot. Hyper gaat dat duel dan aannemen. En heeft zelfs de molotov om hem daar weg te forcen. En het zal NGL zijn. Dus niet de IGL die de laatste kill vindt. Nice. Ja, en toch weer een mooie ronde voor Join the Force dan. Om het 14-7 te maken. Het is de helft van de stand. Maar als je weet waar ze vandaan komen. Al een heel mooi resultaat. En goed op weg om misschien de map te winnen of er een overtime van te maken, mochten ze er nog eentje verliezen. Die ze wel degelijk nodig hebben, omdat ze dus al een map achter staan. Als de moesmakende hackers uit te spelen en te closen, waar ze dus nog twee rondes voor nodig hebben op hun T-site, dan winnen ze de serie en staan ze morgen in de finale. En dat is natuurlijk al waar al deze T-sites op zoek zijn. Quinn weet in ieder geval wel een mooie entry te vinden en maakt dus goed gebruik van die ene AK die zijn team voor beschikking heeft. Maar nu is het de afterplanned situatie voor de terroristen en tot nu toe ruim in het voordeel van de CT's als hier gelijk al twee kills gevonden worden. Quinn speelt hier nog rond oil, heeft een goede positie, is nog niet gespot, weet eerst te vinden. Tweede komt ook binnen en deze hele ronde valt nu op één in elkaar voor de terroristen. En voor de CT bedoel ik, Bolin sluit het uiteindelijk nog wel af. Maar dat leek even goed te gaan voor de CT's. Maar het is de ene AK die alles kan doen. Ja, het is die ene positie. Quinn zat tussen die treinen. Hij keek nog, maar zag niemand. En op het moment dat hij nog een keer keek, zat er gewoon iemand volle bak op die trein. Nou ja, er is ook een pauze gekald. En terecht. Om even dit, door te nemen en los te laten. Want dat was niet oké. Quinn heeft die hele ronde ontwricht. Hoe lozen wij deze? Hoe lozen wij deze? Ook echt. In best wel een belangrijke pot. Best wel een belangrijke ronde. Zeker voor Join the Force. Ja, vind ik dat slordig. Ja, het zijn van die situaties, als er echt druk op zit, dan maak je dat soort fouten. Maar het is wel iets wat je moet checken. Want zijn positie was ook niet geheel onbekend of zo. Hij had al eerder daar ergens in de buurt een kill gevonden. Had best kunnen zijn dat hij rond oil zat. Ze hebben voor mij de normale positie in oil niet eens gecheckt. Dus het is een beetje een slordige fout om te maken. Maar ja, dat soort foutjes komen er nog wel eens doorheen. Helaas voor Join the Force nu wel op een heel kritiek moment. Want ze staan nu op matchpoint. En ze hebben 8 matchpoints in een nadeel. Dus ze moeten 8 rondes in een rij winnen. Als ze nog naar overtime winnen. En dat is wel. We hebben gekkere dingen gezien. Ja, dat is een hele struggle. Maar tot het bittere eind. Ze weten, net zo goed als wij, dat het een belangrijke pot en ronde is. En als ze een kans krijgen om terug te komen, denk ik dat ze hem zullen grijpen. We gaan nu zien of dat zo is. Dat hoop ik wel. Het is een kwestie van zo min mogelijk fouten maken. Maar Bolin is hier al lekker aan het sproeien. En kan daarmee dus ook een man voordeel pakken. Terwijl de bom hier dan op B geplant gaat worden. Dota 4 heeft er allemaal geen zin in. We krijgen voor mij een radiokast van deze ronde. Want het is Hyper in een 1 tegen 4 om zijn team nog te redden van het verlies. Krijgt nog 3 kills zelfs. Heeft nu al 3 kills op zijn naam staan. Niks daarvan zien we. Maar het is een 1 tegen 1 voor het verloop van deze match. Hij pakt gewoon die defuse. De CT zit op de kit daar. En maar hij moet Quinn nog gaan uitschakelen. Quinn is hier in de perfecte positie. En hij krijgt de kill 16-7. En dat is een zeer tragische manier om het einde van deze map te zien. Maar het is uiteindelijk. Aan de ene kant wel.